Vrijdagochtend krijgen wij een melding van een voorbijganger dat hij een stoffelijk overschot ziet liggen. Hij belt de politie, wij komen snel ter plaatse en wij treffen daar een overleden man aan. Het gaat om Frank Isberts. Dat is voor ons een bekende en voor het Openbaar Ministerie. En uiteraard zijn we vanaf dat moment een groot onderzoek gestart. Donderdagavond was er al melding van schoten en zijn er hulzen gevonden. Hè? Is er nou niet goed gezocht naar het lijk? Naar nu blijkt is er een combinatie te maken tussen een schietincident wat donderdagavond heeft plaatsgevonden en het aantreffen van het stoffelijk overschot. Alleen toen wij donderdagavond op locatie waren, troffen we inderdaad een aantal hulzen aan, naar aanleiding van de melding dat er geschoten zou zijn. We treffen ook een verkeersbord aan waar deuken in zitten. En op dat moment ging men ervan uit dat er mogelijk op dat verkeersbord geschoten was. Natuurlijk hebben we de directe omgeving wel onderzocht. Alleen het slachtoffer lag meer dan 100 meter daar vandaan. Dus ja, tot hoever blijf je dan zoeken? Wij hebben in ieder geval geen sporen aangetroffen dat er iemand gewond was op donderdagavond. En ook geen sporen dat iemand ergens gelopen of gerend of bloedend was. Maar uiteindelijk hebben we vrijdagochtend het stoffelijk overschot aangetroffen en we zijn druk bezig met het onderzoek. Wij gaan ervan uit dat omdat Frank Isberts een crimineel was, voor ons bekend en voor de OM, dat wat er heeft plaatsgevonden ook in dat milieu heeft plaatsgevonden. En daar zal het onderzoek zich ook op richten. We hebben redelijk zicht op waar hij mee bezig is geweest de afgelopen tijd. We willen natuurlijk graag weten hoe zit het nou met deze situatie. En we roepen dus mensen op die eventueel getuigen geweest zijn van het schietincident of die informatie erover hebben om absoluut te reageren in onze richting. Want we willen natuurlijk wel degene vinden en aanhouden die hiervoor verantwoordelijk zijn.